Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 14 juni 2016. Elke individuele burger kan tegen Johan Remkes, nu commissaris van de Koningin bij het provinciehuis Noord-Holland, een schadeclaim indienen van 1000 euro. En kan diezelfde 1000 euro ook eisen bij de provincie Noord-Holland. Remkes heeft samen met Balkenende ervoor gezorgd dat ik hele rare brieven heb gekregen toen ik bewees dat het stadhuis Bloemendaal, Rijk Bloemendaal, weigert de autoriteit van de rechter te erkennen. Ik wilde dat de AIVD en ook dus de andere ministers, minister van Sociale Zaken, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, het stadhuis Bloemendaal tot de orde zou roepen en ervoor zou zorgen dat ik ambtenaren zou krijgen die wel de grondwet en de mensenrechtenverdragen uitvoeren in mijn dossier op het stadhuis. Dat hebben ze geweigerd. Sterker nog, de AIVD helpt de Bloemendaal bij het vervalsen van dossiers. Remkes heeft er mede voor gezorgd dat ik als eerste Nederlandse vrouw gedwongen ben tegen de corruptie binnen onze rechtspraak, onze Hoge Raad, een rechtszaak te starten bij het Internationaal Strafhof. Ik heb helemaal geen rechten. Diezelfde Remkes is in 2007 gestopt met minister zijn. Maar hij heeft dus wel voorafgaand aan de datum dat ik die rechtszaak moest starten, mei 2007, de hel gecreëerd. En daarna heeft hij de hel in stand gehouden. De provincie Noord-Holland had Remkes nooit in dienst mogen nemen. En de provincie Noord-Holland had moeten zeggen tegen Remkes: ja, wij gebruiken het Folterverdrag en op grond van het Folterverdrag dwing jij Desiree Stokkel in een dictatuur te leven. Help jij het stadhuis Bloemendaal bij het in stand houden van dictatuur Bloemendaal? En dat betekent dat onze business diep beschadigd raakt, onze mensen beschadigd raken. Dus wij willen jou niet hebben als commissaris van de Koningin. Nou, je raadt het al, het tegenovergestelde is gebeurd. En iedereen is hier nog altijd vrolijk dictator en maffia. Maar burgers raken beschadigd. We hebben geen rechtsstaat meer. En Europa bouwt een oorlog op de grens met Rusland, tegen Rusland, en helpt Amerika met het bouwen van die oorlog. En dat gaat allemaal via de corruptie bij het Internationaal Strafhof. Bovendien heeft deze hele lobby ervoor gezorgd dat de MH17 kon ontstaan en dat nu het MH17 dossier wordt vervalst. Daar komen ze niet mee weg, maar het wordt allemaal wel eerst uitgevoerd. Elke burger kan dus 1000 euro eisen bij Johan Remkes, commissaris van de Koningin. En nog eens 1000 euro eisen op het provinciehuis. En het allermooiste is dat ze zich daar niet tegen kunnen verdedigen, want ze hebben er zelf voor gezorgd dat er geen rechter meer is die dat proces kan stoppen. Ga naar mijn website. Daar heb je een instructieblad op een pagina dodenlijst. De eerste PDF is een instructie hoe je die 1000 euro moet claimen en wat je daarvoor moet zeggen en schrijven. Dag.